eens kijken hoe hij zijn krachten kan meten met Gary Anderson. En daarnaast ook met James Wade en Peter Wright. De uitdaging wordt er alleen maar groter op. Ja, je mag met recht zetten dat dit de pool des doods is. Ik denk dat dit de zwaarste pool is die erbij zit zonder de andere pools te willen benadelen. Maar in deze pool zit geen zwakke speler. Peter Wright is in goede vorm. Wesley Harms is in goede vorm. En Gary Anderson en James Wade zijn wereldtoppers. Dus dit kan alleen maar mooie partijen geven. En dus ook in deze pool, meer dan misschien in andere pools, een nederlaag zegt niet zoveel. Een overwinning zegt ook niet zoveel. Maar het is natuurlijk wel gewoon lekker om met een overwinning te beginnen. Harms, de halve finalist op de beide laatste edities van Lakeside. Beide keren moest hij het onderspit delven, al was het nipt. Tegen Tony O'Shea. En nu mag hij beginnen. Tegen de Flying Scotsman Gary Anderson. Is constant. De speler normaal gesproken Harms. Die iedere weer een trippeltje gooit, zeg maar. En weinig fouten maakt op de dubbels. Dat is zijn kracht. Het is geen jongen die de ene elfdarter naar de andere gooit, normaal gesproken. Nee, maar een stuk stabiliteit is al een hele goede basis, lijkt ja. me. Overigens die handschoentjes, of tenminste de handschoentjes met open vingers waar hij mee opkwam. Dus om de handen goed warm te hebben als je op het podium staat. Is het niet warm genoeg in die zaal dan? Voor hem niet. Ik had al zo'n vermoeden. Ja, PDC tegen de BDO, Jacques, zien we ervoor staan. Ja, zo wordt het affiche natuurlijk gemaakt. De finalisten van alle grote televisietoernooien van de afgelopen 2 jaar zijn hier aanwezig. Dat zijn dan de televisietoernooien van de PDC. En dat wordt dan aangevuld met de halve finalisten van beide WK's. En de halve finalisten van de Grand Slam of Darts. En dan is er ook nog een kwalificatietoernooi. En zo komen ze dan tot een totaal van 32 spelers. En Harms, de heer aan tafel zei het al, is hier dankzij 2 opeenvolgende halve finales op zijn WK, het WK van de BDO. Ik zei het ook hoor, trouwens. De 180 van Henderson zorgt ervoor dat hij als eerste naar een dubbel mag. Naar tops, om Harms meteen te breken. En dat doet hij met de eerste pijl. En dus wordt de uitdaging alleen maar groter voor Wesley Harms. Nog even terugkomen op dat, die PDC en de BDO afkortingen die net voor de namen stonden. Ja, we weten allemaal dat de PDC en de BDO niet zo heel goed door, samen door de deur gaan. Maar ja, als ik dan die Grand Slam of Darts zie, dan denk ik... Het kan toch wel? Ja, ik denk dat bij de spelers ook niet heel veel problemen heeft. Nee, het gaat mij niet om de spelers, maar meer in zijn algemeenheid. Ja. BDO en PDC darters op 1 toernooi. Is ja, toch mooi? Wat mij betreft is prima inderdaad. Ik zou het ook het liefst zien. Maar goed, zolang de verschillen niet zijn bijgelegd in de top, zal 19. iedere speler moeten kiezen. Ja, maar leg nog even uit waarom dan nu op dit toernooi wel die darters samen... Ja goed, de PDC heeft gewoon een toernooi neergezet waarbij ze hebben gezegd wij nodigen de top van de BDO uit. Of ze komen of niet, dat moeten ze zelf weten. Ze zijn in ieder geval uitgenodigd. Nou, het gros komt. Eigenlijk alleen Martin Adams weigert de uitnodiging. Ja, maar dat doet hij al jaren. Ja, inmiddels krijgt hij ook geen uitnodiging meer. Zo is het ook alweer. Kan hij hem ook niet weigeren. Nee. Maar goed, ze mogen dus wel van de BDO, jongens als Wesley Harms. Ja. Dit zijn deze Grand Slam of Darts en de UK Open zijn de enige 2 toernooien die ze mogen spelen zonder dat daar een straf op staat. Alle andere toernooien bij de PDC, als ze die spelen, dan moeten ze meteen een half jaar in de wachtkamer bij de BDO. Ondertussen Gary Anderson, die stoomt lekker door. Zo. Dat gaat in de sneltreinvaart.
Ja, en dan moet Harms nu toch echt zijn eigen lek gaan houden. Anders kon het wel eens een heel snel verhaal gaan worden hier in deze eerste partij. 107 gemiddeld voorlopig voor Gary Anderson, 89 voor Harms. 100. En 2-2 op zijn dubbels. Ja, Anderson. We zagen het al in de afgelopen Grand Prix. 100. Tegen Klaassen stond hij ook fantastisch te spelen. Hij kan het dan nog niet volhouden en doortrekken, maar je merkt langzaam maar zeker dat Anderson weer een beetje aan terugkomen is. En als hij deze lijn kan doortrekken, dan is hij op ieder toernooi natuurlijk gewoon een hele gevaarlijke klant. En heel voorzichtig kunt u hem in ieder geval op de lijstjes voor het WK zetten. Want het is natuurlijk een ongeleid projectiel, want hij staat buiten de top 16 van de wereld. Dus hij kan zomaar in de tweede of derde ronde een topspeler krijgen en die eraf knikkeren. Maar Rams moet alle zeilen bijzetten en komt er voorlopig niet aan te pas. In zijn eigen leg weer in de problemen, want Anderson gaat er vandoor. En Anderson komt zo dadelijk terug voor 96. En 86 gemiddeld is niet genoeg als je alleen maar scorende darts hebt. Daar moet ongeveer 100 staan. Dus moet Harms hopen dat Anderson die 96 niet uitgooit. Maar die begint meteen met triple 20, mag dan naar dubbel 18. Dat is ver weg. Ja, wel bijna in de 18. En die tweede zit dan waar hij wezen moet. En dan is het 3-0 voor Gary Anderson. Met daarbij al twee breaks. Dat betekent dat hij ook begint aan de vierde leg. Waar zijn trouwens de veelkleurige overhemden gebleven van Gary Anderson? Ja, de deal is voorbij. Hè? En dan betekent dat hij gewoon weer in het zwart gaat spelen. Het is even wennen weer. Ja. 100. Net heeft een weinig fortuin gebracht op de toernooien, dus stemmig zwart. Het is altijd zijn kleur altijd geweest. Goed. Ja. Kleed af, hè, denken ze. Die zat erin, maar toch ook weer niet. In de triple 20. Niet tevreden, Wesley Harms. Ja, als hij is wil Harms, dan moet het nu heel snel gaan komen. Het gaat niet vanzelf. 100 is niet voldoende. Niet om de druk op Anderson te houden. Anderson die aan alle edities van de Grand Slam of Darts deelnam en altijd voorbij de eerste ronde kwam. 2 jaar geleden haalde hij de finale. Dat was zijn beste prestatie. Die verloor hij van Phil Taylor. Dat is knap hoor. Als je ieder jaar die eerste ronde voorbij komt. Ik denk dat er maar heel weinig spelers zijn die dat kunnen zeggen. Alleen Taylor denk ik. Anderson naar dubbel 12. Anderson naar dubbel 6. En hier laat hij het kansje liggen. Ja, en dan moet Harms hier instappen. Dit mag niet gemist worden. Uit welk hout is hij gesneden? Zit er dicht tegenaan, maar dat is nog niet genoeg. 25. Idem dito. Gary, you require 12. Ja, dat is verschil tussen een break terugpakken en nu gewoon keihard 4-0 achter staan. Ja, en in een pool waarbij wij denken dat alles heel dicht bij elkaar zal zitten, is een nederlaag dus niet zo erg. Maar een hele dikke nederlaag wel. Want het leksaldo kan nog wel eens van doorslaggevend belang gaan worden dan. Oeh, en dan wil je niet met een 0-5 op het bord staan. Deze wedstrijd zal dus niet gewonnen worden in alle waarschijnlijkheid, maar dan moet je de schade beperken. Anderson blijft tegen een hoog gemiddelde gooien, zit nog steeds ruim boven de 100. Harms is wel omhoog gekomen, maar die twee dubbels die hij miste, die zijn toch heel onprettig voor hem. 140.
Het ziet er goed uit, maar het is een 3 keer 140 op rij. Ja, totaal ontspannen ook, hè? En dat is voor de wedstrijd al. Ja. Zo snel gaat het in dit format. We spelen maar tot 5 gewonnen legs. En de triple 19 hangt erin, dubbel 12. Ja, dan moet je het eerste vrezen als je Wesley Harms heet. Nou. Wesley, you require 62. Een strohalmpje. Eén kans op tops. Ja, die gaat erin. Die gaat erin. Dat is in ieder geval iets. Geen 5-0, maar nu 4-1. Nog maar een keer proberen om Anderson te breken. Oh, en dan zit er in die mooie flow zit hè, Gary Anderson. In die eerste pijl zit er dan bijna altijd in die triple, vlak boven de triple. En dan vind ik het altijd een genot om naar te kijken, Gary Anderson. Het is een van mijn favoriete spelers. Als die in die flow zit. Ja, het kan toch niet anders en het gaat weer helemaal goed komen met Anderson. Ja, het talent zit in dat lichaam, dat scheelt toch om eruit te komen. Een dikke maand nog, dan begint het WK. Let op Gary Anderson. Ja, 2 keer 140 op rij ook voor Harms. Maar het is niet genoeg omdat hij met een zwakke score was begonnen. En dus heeft Anderson alle tijd. In zijn eigen leg kan hij hem rustig wegzetten. En dat gaat hij doen ook. Op tops. En Harms kan er niets aan doen. Die score van 45 aan het begin van deze leg, die nekt hem. Want de rest van de leg is prima. Het zijn de details waarop hij net niet goed genoeg is geweest. Tops voor Anderson. Hangt er alweer in. Geen 5-0, ja, 5-1. De eer is in ieder geval gered door Wesley Harms. Maar hij is kansloos in zijn eerste duel tegen de Flying Scotsman.